Het is inmiddels een Olympische sport. Okay. Destijds. Hij gaat denken. Lekker! Deze nieuwe video. Ik ben Jana. Ik ben Superopa en wij zijn vandaag bij het nationaal gebeuren van het basketbal. Dit is een volgende aflevering van onze Road to Tokyo. En ja jongens, wij krijgen training van een coach die ook het Nederlands team coacht. En die gaat toevallig deze donderdag naar Tokyo, hè? Dus we moeten de tijd niet verspillen. Dus let's go. Dit is Jart. Hoi, ik ben de trainer en coach van het nationaal team 3x3. Het is inmiddels een Olympische sport. We gaan donderdag naar Tokio. We hebben jarenlang elke dag getraind en gewerkt naar dit moment. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat het Nederlands team nu naar de Olympische Spelen mag? Het is uniek. Ik denk voor de basketbalsport in Nederland dat het, het is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat een basketbalteam vanuit Nederland naar de Olympische Spelen is gegaan. En de basketbalsport in Nederland is aan het groeien. En er moet nog een hele hoop gebeuren voordat we op dat niveau komen. Ook met 5x5 discipline. Maar dat we het nu al kunnen doen. In zo'n klein landje, met zo weinig, eigenlijk zo weinig basketballers. Maar dat we het wel hebben gehaald, is heel speciaal. Een van de simpelste dingetjes en de makkelijkste manier om te scoren is de lay-up. Laat daar even heel snel mee beginnen. Begin op het grote, je ziet allemaal kleine streepjes langs de lijn. Dat noemen we de bucket. En dan ga je bij het grote blokje beginnen te staan. Op je voet aan de binnenkant. Dus aan de dichtst bij de ring, die naar achteren. Ja, dus één grote stap naar voren zetten, dus de stap die naar achter is, die zet je naar voren. En dan probeer je een beetje aan de zijkant van het vierkantje de bal in de basket te doen. Simpel als het maar kan. Ja. Nou, dat zag er heel soepel uit, Jan. Hey. Het makkelijkste is als je rechts bent om aan de rechterkant te beginnen. Oké. Maar dit is allemaal basis, dit is allemaal prima. Zie je wel hoe mooi het is? Dat beentje. Dit is een turnstep, toch? Ja. Ja. Dat merk je. Oké. Hey, het filmpje wordt heel makkelijk. Kijk hier. Mooi. Hey. Wat je goed moet leren is van afstand leren schieten. Nou, daar moet je eerst een goede techniek voor hebben. Dus begin met één hand onder de bal, die andere ernaast. Probeer je uiteindelijk de bal met een grote boog door de basket te krijgen. Goed. Oké, okay, maakt niet uit. Oké. Okay. Ja. Belangrijk als je kijkt naar de vingers van Jana, was het toch? Ja. Oké, okay, even dichtbij filmen moet je. Als je een cirkel hebt, geen midden. Het is een ovaal. Ja. Maar in principe, als je de lijntjes, de zijkant van de bal, als zijkanten beschouwt, wil je altijd dat je hand ongeveer in het midden van de bal is. Dus zowel je wijs en je middelvinger zet je midden van de bal. Heel goed. Andere hand, rustig aan de zijkant. En met deze vingers trek je eigenlijk de bal in het midden van je hand. En uiteindelijk, waar we naartoe gaan, is dat je deze twee vingers gebruikt om de bal rechtdoor te krijgen. In plaats van dat je heel hard zeg maar, knijpt en probeert uit je vingers te schieten, is het op je hand leggen en laten rollen uiteindelijk. De bal draait dan ook naar achter. Goed. Schiet hem maar tegen de muur aan. Juist. Goed. Oké. Dat is wel een goede techniek al. Wel je tenen doorsteken. Zou je dat nou echt, coach? Best wel goede techniek. Het begint ergens op te lijken. Nou, okay. Wat hoop je ooit nog te bereiken als coach? Voor het Nederlands team denk ik dat het heel belangrijk is dat de sport op de kaart gezet wordt. En voor mij is het meer, ik hoop dat de sport wat kan groeien. Dus dat er meer kinderen gaan basketballen, dat er meer kinderen in contact komen met de sport. Mensen inspireren om te gaan sporten, dat is eigenlijk mijn doel. Strekken en daarna laat je alles uit je pols. Laat je pols klappen. De bal gebruiken. Oeh, wordt gewitterd. Filmen. Oh, bij 3x3 basketbal is in plaats van de puntentelling dat het een 3-punter is van afstand en 2 punten van dichtbij, is het 2 en 1. En dat is natuurlijk een enorm groot verschil. Als een punt van afstand 2 keer zoveel waard is als van dichtbij, dan ga je natuurlijk zoveel mogelijk van afstand willen schieten. Een klein wedstrijdje, om zijn beurt schieten we de eerste 3 punten. Oké. Okay. Draai je rechtervoet een klein beetje. Hey. Oh. 6 uren later. Oh.
Oh, lekker. De ring. Ja. Met veel grote en korte ringen. Basketballer. Lengte voor een basketballer. Maar langere split bij de basket. Het hebben van mijn snelheid. Ja. Oké, Romy, dit is niet normaal. Oh, je scoort al die ballen. Destijds was het heel belangrijk. Ik ben hier goed in. Dan sneller was dan de rest. Maar wat is momenteel het sterkste land in 3x3? Dat zijn wij natuurlijk. Hé, hey. Ah, nee, kijk, nee. Goed antwoord. Nee, net, ik denk wel dat we serieus kans maken op een medaille. Er zijn een aantal andere echt hele sterke landen die hoger staan gerankt. Ja? Servië is een heel sterk 3x3 land. Rusland komt ook met een heel sterk team, onder andere. Afgelopen periode echt een hele goede trainingsstage gehad. En ja, we zijn voorbereid op een medaille. Kijk! Voorbereid op die medaille, dat zijn coachuitspraken. Nou, hebben mijn verdediger. Die hebben altijd tussen mij en de basket. Wil je in. Ja. Als ik naar de basket toe ga en ik schiet bijvoorbeeld, of niet, ik ben goed verdedigd en ik schiet. Hij is raak of mis, maakt niet uit, krijg jij de bal. Ja. Dus jij buiten de driepuntslijn drukt. Dan moet ik hierheen. Eerst zeggen we zo richting van aanval. En nu mag ik weer aanvallen. Ja. Belangrijk is voordat je gaat dribbelen, dat je man kan verslaan met een goede eerste stap. Dus als jij mij verdedigt, ja. Ik wil naar de basket toe. Ja. En ik wil een hele snelle eerste stap wil ik gebruiken om langs jou naar de basket te gaan. Wat dan belangrijk is dat ik niet helemaal rechtop sta. En dat ik zorg dat ik wat schijnbewegingen ervoor maak. Oké, we gaan even tussen one-on-one spelen. Ja? Heel snel langs de basket. Kom. Voorbeeld. Ja. Toch? Ja, goed. Best lastig. Ik heb de bal. Ja. Eén voet moet ik laten staan. Mijn andere voet kan ik schijnbeweging maken. Ik kan het doen alsof ik dit stand op ga. Daar. En nu kan ik aan de andere kant. Bijvoorbeeld. Ja. En er zitten heel veel kleine grote fakes kan ik in maken. Hier kan ik misschien schijnbeweging schieten. Als ik van hier ga schieten, moet ik dichtbij komen. Dan ga ik er langs. Dat soort dingen. Hey, dat nou. Je faked het. Dat ging je toch. Die kleine schijnbewegingen zijn super belangrijk. Hé, dat zal wel een beetje. Oké. Hé! Oh, ja! Hé, hey, netjes. Hé. Ja. Hé. Hey. Hey. Oh, shit. Weer. Precies hetzelfde. Weer, ja. Oké, nog een keertje. Ik snap het nu. Goed. Hij weer. Oké. Okay. Nee. Goed. Kom op, Supopa. Laat je niet wegzetten, hè. Oh! Snelheid. Wat is jullie zelf als ik? Nee, jullie zelf. Voor je fake, niet achter je. Oké. Jeetje, man. Oei. Denk okay. Niet dat zij meegaan naar Tokio of wel? Nog niet. Nog niet, dat is een goede instelling. Zo ja. Hey! Oh. Juist! Oh, ja. Zeg maar, dit begint er te lijken. Ja, dit is fake. Ik mag niet ingehouden. Hey. Hey! Wat zijn jouw taken nu dan bij het team? Ik doe eigenlijk meerdere dingen. Eigenlijk elke training verzorg ik. Dus als ze trainen, dan begeleid ik de trainingen, bereid de trainingen voor. Ik doe ook onderzoek naar hoeveel de spelers bewegen. Dus we hebben wat wetenschappelijk onderzoek wat we doen naar de spelers toe. En ik doe ook alle videoanalyse, dus alle tegenstanders. Die bekijk ik echt. Ik kijk alle wedstrijden, ik kijk 3, 4, 5 keer terug. Alle kleine dingetjes die zij doen, waar wij gebruik van kunnen maken. Die analyseer ik dan en die geef ik door aan de spelers. Het is mijn favoriete onderdeel. Er komt een schietmachine. Het mooie van zo'n machine is dat je heel veel kan oefenen en schieten binnen een hele korte tijd. Nou, stel je voor dat we beginnen voor de basket. Dat is dan de lijn. 3 seconden. Nou, hoeveel schoten wil je schieten? Hier staat nu 999, een beetje veel. Laten we zeggen, 5. Nou, gaat er van tevoren in. Gaan we voor de basket gaan. Hey. Sorry, mijn fout. Kijk uit! Bal! Jongens, jullie moeten door! Er komt weer een bal, pas op bal! Oh. Ja! Ah. Dit ging niet zo goed. Dit ging eerlijk niet zo goed. Oké, we gaan dus nu nog even wat sneller. Tot hoeveel gaan we, coach? Tot 5. Tot 5. Oké, stap mee. Nog een wedstrijdje? Oké, wie doen we met z'n allen? Ja, is goed. Ja, wie het eerst 3 heeft? Oké. Wie het eerst 3 heeft? Oeh! Je hebt het niet na, hè? Ja. Hey.
Super Opa heeft 1. Wow! Snelback! Hey. Super Opa heeft 2. Hij heeft 2. Ja! Wow! Super Opa 2. Yard 1. Jana 0. Pop Jan. Oh, 2-2. Jana 1. Eentje. En 3. Coach heeft gewonnen. Nou, een van de belangrijkste dingen natuurlijk om in ieder geval eruit te zien als een basketballer, het is helemaal niet belangrijk, is dat je de bal op je vinger kan laten draaien. Stap 1, de draai. Ja? Knijp een beetje in de bal en draai de bal zo hard als je kan. Nog meer. Je hele hand gaat eromheen. Stap 2. Er zit onder de bal dat hij draait, zit één punt wat niet draait, toch? Er zit zeg maar het midden van de bal op dat moment. Daar zit één doodpuntje. Ja. Als je die kan vinden en daar doe je je vinger onder, dan gewoon een beetje duim eronder, dan blijft hij echt al een beetje draaien. Echt. Hey. Ook voor thuis, het belangrijkste is niet te hoog de bal te gooien, maar net onder de bal wil je een doodpuntje, en dat doodpuntje weer zo snel mogelijk vinden. Dan blijft hij eigenlijk bijna vanzelf, blijft hij. Sorry. Als er dan zo iemand zit te kijken van 13 of 12 of misschien al jonger, die zegt, hey, ik wil starten. Wat is dan als coach de gouden tip die je kan meegeven aan die persoon? En het is best wel belangrijk dat jij vrienden en vriendinnen om je heen krijgt die ook sport beoefenen. Zodat je het met z'n tweetjes kan gaan doen, met z'n drietjes kan gaan doen. Of bij een club in een team. Er zijn gelukkig een hoop basisclubs in Nederland waar je uit kan gaan kiezen, maar ga vooral gewoon bij een hele hoop clubs langs en ga kijken wat het beste bij jou past. Oké, we hebben 3 spelers gevonden die in het nationaal jeugdteam zitten, die het tegen ons op willen nemen. Ja, we hebben ze dus gevonden, ze waren hier gewoon toevallig. Ja. Coach, heb je nog tips voor ons? Gewoon veel van afstand schieten en hoop dat ze raak gaan, denk ik op dit moment. Oh. De regels? 12 seconden heb je dus de tijd als je de bal hebt. Je moet elke keer als je de bal krijgt, moet je buiten de driepuntslijn komen voordat je mag schieten. Het is belangrijk en handig als jullie afspreken dat jullie 1 iemand verdedigen. Dus wie ga jij verdedigen, wie ga jij verdedigen, wie ga jij verdedigen. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Ik denk het ook niet. Kunnen we gaan proberen. En laten we zeggen dat we spelen tot de 3. We spelen tot de 3. Is 3 punten. Dus dat kan dus binnen 3 keer 12 seconden meteen klaar zijn. Dat kan. Echt, wat je me? Oh, ik pak het helemaal. Go! Tot de 3. Oh, Rofi, die wakker! Oh, ik moet hier blijven. Oh, Jacob, ik heb zo opgeschept over je jump shot. Ik heb zo opgeschept. Oh. Ja! Nee, oh, jongens. Nee hoor. Ja, kom! Ik moet even op. Hey! Oh. Ja, kom. Ik ga proberen te dunken. Oh nee, hij gaat dunken. Lekker! Ja, lekker! Netjes! Nou, dit was de video alweer. Jart, heel erg bedankt voor alle tips en tricks. Succes in Tokio. En jongens, vergeet je niet te abonneren. Volg ons en tot later. Doei. Later! Ik heb bijna al veel zin in. Heb je er echt veel zin in of niet? Hey, lekker! Heb je niet? Ja, die heb ik! Kijk dan! Let's go!